Ik heb natuurlijk behoorlijk wat verdrafts gedaan. En al met al kostte dat best wel wat tijd en werk om voor elkaar te krijgen. Maar het is met deze FIFA nog steeds niet gelukt om een 192 verdraf te maken. Echt ziek frustrerend. Maar vandaag gaan we iets anders proberen. Want onder de vorige verdraf video kwam ik deze comment tegen. Namelijk van GamerStars. Die zei dit. Doe een keer hoogste rating, geen chemistry. En kijk of je de 93 of hogere rating kan krijgen. Dus dat gaan we doen. Gewoon puur naar de hoogste rated spelers kijken. Niet naar chemistry. Ja, mocht dat lukken, zou leuk zijn. Maar daar ga ik dus niet naar kijken. En gewoon kijken of we die 93 beoordeling kunnen halen. Zou ziek zijn als dat gaat lukken. Zou echt insane zijn. Maar daarvoor gaan we dus vandaag strijden. Eens kijken hoe ver we kunnen komen. Ik had trouwens nog allemaal draft tokens. En ik kan volgens mij nog drafts lieven van de vorige video. Ja, ik moet deze nog lieven. Dus dat gaan we ondertussen ook eventjes doen. Want dit was nog van de vorige video. En deze waren niet al te best. Maar voordat we alle fundrafts gaan maken, doe dat duimpje omhoog. Zodat we 2000 likes kunnen halen. Zo ziek zijn als dat gaat lukken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En op de belletje te drukken. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dat is natuurlijk wel net zo leuk. En dan check natuurlijk bouws.nl voor je Bouws Army kleding. Maar ik zie jullie op het moment dat we de eerste fundraf kunnen beginnen. Oké, daar gaan we dan. De eerste fundraf. Beginnen we met een redelijke opstelling. Nou, ik denk dat ik dan voor 4-3-3 ga met valse spits. Maar het zijn niet de beste opstellingen die ik meteen heb gekregen. Maar hey, maakt niet uit. Gewoon puur voor de hoogste rated spelers gaan en kijken waar we uiteindelijk terecht gaan komen. Oh, KK was wel heel lekker geweest. Oei. Maar ik ga voor de bruine, want ik moet voor de hoogste rated gaan. Ik wou eigenlijk rechtsbuiten doen, maar ik ging per ongeluk voor rechtsachter. Nou, prima. Gaan we voor deze. Ik hoef nu helemaal niet na te denken. Normaal moet je nog nadenken. Hey, welke speler is handig? Nu is het gewoon hoogste rated klaar. Ja, en dan moet je maar hopen dat het aan het eind een beetje linkt. Nou, nu is het makkelijk. We gaan voor Messi. Het zou trouwens wel ziek zijn als we op de een of andere manier nog een keer een draf kunnen krijgen die dan toch de 192 gaat halen. En heel misschien 193. Dat zou bizar zijn. Dan zijn we er niet eens naar op zoek. En als het dan toch gaat lukken, dat zou gewoon extra nice zijn. Maar tot nu toe wel een paar goede spelers gekregen. Maar het valt ook wel weer een beetje tegen. Deze is het hoogst qua rating. Ja, we gaan gewoon voor de hoogste en we zien wel waar we terecht gaan komen. En we kunnen anders altijd ook nog andere tactieken doen. Dat ik bijvoorbeeld eerst begin op de bank en daarna mijn baaself. Soms heb ik het idee dat je dan in totaal betere spelers krijgt. Gewoon zeg maar hoger rated spelers. Maar ja, geen idee of dat echt zo is. Nu is het Van Dijk. Nou, ik maak deze draft even af en ik zie jullie zo meteen. Nou, we hebben op de bank nog een paar goeie gekregen. Bijvoorbeeld Mertens 95. Die is wel ziek, maar de 193. Of nou ja, gooi 93 beoordeling. Gaat even nooit lukken. Want 93 beoordeling is eigenlijk het enigste wat ik hoef te halen. Maar 92 zou ook al ziek zijn volgens mij. Dat is ook al moeilijk om te halen. Maar toch nog redelijke keepers. Ik ga al mijn goede spelers er nu inzetten. Ga kijken hoeveel we gaan eindigen. Ik denk 91. Dat de beoordeling gaat worden. Maar zelfs dat weet ik niet eens zeker of dat gaat lukken. Oké, 91 is wel gelukt. Maar hoger dan dat niet. Het kan sowieso beter. Ik heb zo'n idee dat we de 92 beoordeling in ieder geval wel gaan halen op deze manier. En misschien zelfs de 93. Het zou heel nice zijn. Maar we hebben nog veel meer drafts klaarstaan. Ik heb nog vet veel draft tokens. En ik heb nog wat coins. En anders koop ik wat FIFA punten erbij. Dus dat gaat wel goed komen. We gaan er veel meer doen nog. Voor de volgende draft al een iets betere opstelling. 4-3-1-2. Vaak heb ik gewoon het idee dat middenvelders erg goed zijn. En we beginnen met Goretzka, 95. Dat is wel prima, dat is wel prima. Meteen voor de centraal vallende middenvelder. Beter, even een zieke icon. En oké, die krijgen we niet. We krijgen wel 96 Neymar. Kijk, dit zijn de spelers waarmee je wil beginnen. Gewoon hoog in de 90. En dan is dit absoluut niet wat je wil hebben. Maar dit zijn toch spelers die op de reservebank belanden. Dus dat maakt in principe niet zo heel veel uit. Als de spelers die goed zijn, maar extreem goed zijn. 92 is dan ook prima. Ja, we hebben nu gewoon 3 dik plus 90 spelers. En dit is dan weer helemaal niks. Maar het kan ook niet zo zijn dat elke speler boven de 90 zou zijn. Want anders werd het natuurlijk ook een makkie. Kevin De Bruyne, we hadden ook nog voor Gundogan kunnen gaan. Ja, en Kevin De Bruyne heeft betere kaarten. Maar ja, ik zou elke keer voor de hoogste rated gaan. Dus doen we dat nu weer. Ik heb zo'n idee dat deze draf wel de 92 gaat halen. Ik heb echt zo'n idee. We hebben nu zoveel goede spelers. Dat is echt ziek. Alleen mijn spits is slecht. Voor de rest hebben we op elke positie wel goede spelers. Nou ja, en mijn centraal midden, die is ook 84. Maar ja, rechtsachter ook 91, dus dat is ook prima. Keeper. En oh, we krijgen pas weer. Speelt natuurlijk ondertussen bij Ajax. Ik vind het zo leuk. Die vent is zo grijs al voor zijn leeftijd. Ja, sommigen hebben dat natuurlijk. Ik kan nu voor 3 gaan. Ik ga wel voor Davies. En dan hebben we nu 91 beoordeling. Maar we hebben een hele bank nog te gaan. Dus het kan eigenlijk alleen nog maar beter worden. Helemaal als we bijvoorbeeld een Messi krijgen van 94. Dus die kunnen we al verwisselen voor die 77 reeds speler.
Ja, dit kan ik nergens voor wisselen. Dan moet ik eigenlijk nog voor Pas weer een wissel hebben. En voor mijn centraal midden, we krijgen nog Dumfries. OP, wat een gigantische beest is dat. Ook in het EK natuurlijk. Martinez, wat een lijpe kaart is dit. Hij ziet er ook niet heel erg soepel uit of zo op dat kaartje. Oké, maar dan heb ik mijn baas zelf bijna alleen maar 90 plus spelers. Als ik nu nog een beetje redelijke spelers krijg op de bank, gaat dit wel een 192 worden. Maar dan moeten we een paar hoge rate spelers krijgen. Pelé, wat? Oké, dat is nice. Oh, dit is insane. Als ik nou niet alleen voor de hoogste rate spelers was gegaan, maar ook hier en daar voor een beetje teamgeest, dan had ik hier misschien gewoon een 194 draft van kunnen maken. We krijgen Foden. Of ik krijg Casemiro. Ik ga wel voor Foden. Ik ga misschien proberen om hier toch nog iets van te maken. Maar Foden is ook een lijpe kaart. Ik ga nu voor Carrasco. Ja, die is ook het hoogst qua rating. Kom op, even Premier League spelers. We krijgen James. We krijgen ook nog Navas. Op zich. Ja, ik wil. Weet je wat? Ik ga nu één keertje een beetje spijbelen. Ik ga voor James. Want ik kan heel misschien hier een lijpe draf van maken. En ik heb al vet veel hoge rate spelers. Kijk, die Navas, die komt niet eens in mijn baaself. Want die is even goed als die rechtsachter die ik nu heb. Dus ik ga nu voor James. En dan kan ik misschien zo meteen nog even kijken of ik qua teamgeest hier toch nog iets van kan maken. Dit is alleen wel jammer. Maar het zou lijp zijn. Het zou echt heel lijp zijn. Keeper tot slot. En we krijgen nog eentje van 85. Oké, dit is dan weer jammer. Ik ga eerst even alle goede spelers er neerzetten. En daarna gaan we even kijken of we hier ook nog een redelijk team van, qua teamgeest van kunnen maken. Oké, ik heb al mijn hoge rate spelers er nu in. Kan ik nog meer upgrades doen? Ja, ik kan bijvoorbeeld deze wisselen. We hebben nu 92 beoordelingen. Het is echt een ziek team. Ik zou hier echt serieus een 93 kunnen halen. Ik heb geen idee. Carrasco kan ik nog wisselen voor deze. Ik heb dus één speler die net wat minder is. Maar dit is wel echt lijp. Oké, ik ga nu even alles goed neerzetten. En kijk of ik heel misschien hier qua teamgeest ook nog iets van kan maken. Maar ik denk dat dat wel bijna onmogelijk is. Nee, ik zit een beetje te knutselen. Dit gaat never nooit lukken. Maar wat een team is dit. Dit is echt serieus mijn beste fundraft ooit. Echt insane wat de spelers. Maar we gaan nog een paar doen. Kijken of we misschien heel misschien nog die 93 kunnen halen. Maar als dit zelfs geen 93 was, dan lijkt me heel sterk dat we dat ooit nog dat gaan halen. Maar ik ga gewoon nog een stuk of 3 drafts doen. En misschien met een beetje mazzel dat het dan toch nog gaat lukken. Oké, volgende opstelling 4-2-2-2. Dan heb je 2 centraal aanvallende middenvelders. Extra kans om Pelé te krijgen. We krijgen KK. Daar was ik het liefst voor gegaan. Maar we gaan nu gewoon lekker voor Varane. Ik weet het goed gemaakt. We doen nu een keer de tactiek dat ik gewoon begin op de bank. En dan gaan we daarna zo meteen mijn baas zelf doen. Soms werkt het, soms niet. We gaan erachter komen. Hey, wie weet hè. Oké, we beginnen met Suarez. Nog niet de beste. Insigne 94. Dat is wel een goede speler. Gewoon alles boven de 90 ben ik blij mee. En 89... kan voor op de bank ook nog wel handig zijn. Dus dat is op zich ook nog wel prima. Casemiro, ook prima. We hebben nu best wel een paar goede La Liga spelers. Als ik nu... Oh, ik zou zo nice vinden als we die 192 ook nog weten aan te tikken. Foden op zich ook prima. Weet je wat? Ik ga nu voor mijn baas zelf. Dus zometeen gaan we voor de reserve spelers. Ronaldo, 98. Oké. Als ik dacht dat de vorige draft niet beter kon... Toch wel, toch wel. Oké, kom op, nu even een icon. Als ze trouw van in de middenvelder. Dat zou heel perfect zijn geweest. Krijgen we niet, we krijgen brand. Oké, qua teamgeest gaat dit weer helemaal niks worden. Nee, maar qua rating kan het nog steeds iets worden. Helaas geen goede icons als centraal van in de middenvelder. Dus linkjes worden het inderdaad niet. Maar ja, we hebben nog zoveel goede spelers. Dat dit misschien wel mijn 193... Oh nee, niet 193. Gewoon 93 beoordeling kan worden. Want 193 heb je ook 100 teamgeest nodig. En dat gaat niet meer lukken. Kom op, nog even een paar goede spelers. Dit is goed genoeg. 89. Ik krijg niet echt slechte spelers. Een paar hele goeie. En alle spelers daaromheen zijn niet echt slecht. Dus op zich ben ik er best wel blij mee. En ik heb een paar slechte spelers. Die kan ik gewoon nog zo meteen wisselen. Angelino, ook dikke prima. 90 rated. Nu nog even een 90 rechtsachter. Oh, we krijgen er zelfs een 92. Ook weer een icon. Als ik voor die icons was gegaan, was dit gewoon een lijp team geworden. Ook qua teamgeest. Maar nu gaan we misschien wel de 93 beoordeling halen. Het zou kunnen. Messi. Oh, nice. Volgende. Kom op, nog even een 90 plus. En we krijgen gewoon weer 90 plus. Is echt niet normaal. Lewandowski. We kunnen misschien gewoon een baaself maken met alleen maar 90 plus. En mijn bank allemaal 89 plus. Dat zou serieus gewoon kunnen.
Als je kijkt naar hoeveel goede spelers ik heb, het is niet normaal. En weer een 90. Dit moet hem worden. Dit moet hem echt gaan worden. Dit moet hem worden. Volgende. En dit is niet al te best. Maar ja, die kan ik zo meteen bij reserve neer droppen. En dan maakt het helemaal niks meer uit. En dit is ook niet zo goed. Maar nog één speler te gaan. Wie krijgt wel keeper tot slot? Nee, helemaal niks. Oké, maar ik ga ze even allemaal goed neerzetten. En dan denk ik dat dit sowieso 92 gaat worden. En heel misschien 93. Oh, shit man. We zitten op de 92 beoordeling weer. Ik heb gewoon alles perfect neergezet. Al mijn hele basiself is 90 plus. Op de bank bijna allemaal 89. Behalve De Vrij. Dat is de enigste speler die eronder zit. En ik heb geen 93. Stel, in de vorige FIFA's had je wel eens, als je hier alles goed op volgorde zet, dat dat nog hielp. We gaan het gewoon even voor de zekerheid proberen. Kijk dan, allemaal 89. Behalve deze Saka dan. Ah, ai, 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 ai. En als we verder drukken. Misschien dat er dan nog 93 staat. Heel soms heb je dat die dan in één keer nog bijstelt of zo. Dat er nu dan 93 staat. En is dat het geval? Nee, 92. Weer 92. Zo dichtbij weer. Maar we doen nog een draft. Nou, dan moet het de volgende draft maar gaan worden. 4-3-3 of 4-1-2-1-2 kunnen we gaan. Ik ga wel voor 4-1-2-1-2. Vind ik ook een hele chille opstelling. Gewoon twee spitsen. Vaak krijg je daar wel goede spelers uit. En ik ga wel voor Bailey. Dan gaan we nu helemaal op de bank beginnen. Net ging dat best wel goed om eerlijk te zijn. Dus nu gaan we gewoon zonder één speler in mijn basishelft te hebben. Gewoon meteen naar de bank. Wie weet hè? Wie weet, wie weet, wie weet. Ik zie jullie zo meteen wel weer als we weer wat verder zijn. Of als we in één keer heel veel goede spelers krijgen. Dan krijgen jullie dat natuurlijk ook te zien. Nou, dit is de laatste speler van de draft. Die stelt helemaal niks voor. Maar ik heb redelijk wat spelers nog gekregen die redelijk goed zijn. Maar dit gaat sowieso geen 93 worden. Maar we gaan het toch even proberen voor de zekerheid. Je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker. Deze moet ik even wisselen. En dan die 84 ook. Maar we gaan sowieso de 92 halen. Dat sowieso. Oh, donders. Ik zat een beetje te kloten qua teamgeest. Maar we hebben nu gewoon bijna 100 teamgeest. Dan kunnen we gewoon misschien mijn eerste 192 draft halen. Alleen weet ik niet of dat nu nog gaat lukken. Oh, dan heb ik nog wel wat teamgeest nodig. Maar dit is wel lijp, dit is wel lijp. Oh nee, ik denk dat het net niet meer goed gaat komen. Ik heb even wat zitten te proberen, maar ik kom niet bij die 100 teamgeest. Dus dat is een beetje balen. Ik kom er gewoon niet bij. Oh, hier blijft hij op 95. Ah, we kunnen nog even iets doorproberen. Ik zou niet weten hoe ik dit nog moet verbeteren. Kijk, de aanval en middenveld zit goed. Maar verdedigend zit niet goed. En dat kan ik ook niet meer beter maken hier met de spelers die ik hier heb. Maar ja, dan gaan we door. Dan ga ik nog één verdraf maken. En dan wordt de laatste verdraf. Dat gaat hem dan worden. Nou, dan hebben we een beetje pech met de laatste opstelling. Niet echt een extreem goede opstelling. 4-2-3-1 zou kunnen. Maar het zit ook net niet. Ja, ik weet niet zo goed voor welke ik zou moeten gaan. Ik ga wel voor 3. Of zou ik voor 3-4-2-1 gaan dan? Nou, weet je wat? Ik ga een keertje voor deze. Een keertje 3 verdedigers. Eens kijken. Hebben we wel linksbuiten, rechtsbuiten. Maar ja, we moeten toch alleen maar voor de hoogste ratings gaan. Dat is het enige wat ik hoef te doen. Maar een beetje jammer dat we geen centraal aanvallende middenvelder hebben. Maar ik zie jullie zo meteen als we wat verder zijn. Maar ik vraag me af of dit echt een hele lijpe draft gaat worden. Nou, dit gaat hem inderdaad niet worden. Oké, we hebben nu 90 beoordeling. Niet een allerbeste draft op het eind. Maar ja, die drafts hiervoor waren wel ziek. Mijn beste draft tot nu toe in deze FIFA. Dus dat is in ieder geval wel nice. Maar we gaan binnenkort doorstrijden. En we gaan een keer die 192 of 193 halen. En in ieder geval die 93 beoordeling. Die moet binnenkort wel een keer te halen zijn. Maar dan was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!